kamer nog eens een stukje met lassen. Ik heb hier de elektrodes. Die zijn ook van Weldkaal. Die heb ik er toen bij gekregen. Dit zijn de bunnen. En dat zijn dan Rutil. En dan heb ik hier wat dikkere. Hier, die zijn wat dikker. En dat is 3,25, dus 3,25. En dat zijn basiselektrodes. Die starten altijd wat moeilijker op. Dan gaan we eens kijken hoe die daarmee doet. Dan heb ik hier ijzer klaar liggen. Wat dikker spul. Wat dunner spul. Kunnen we zo even een hoeklasje mee maken. Dus dat komt wel goed. Ik ga de las helemaal doen. En dan gaan we eens een stukje lassen. Ben benieuwd hoe je het doet. Zo, straat. Nu staat hij aan. Op elektrode. Kan niet doen tot 160. Maar dit is Haydn, 3 mm. Dus ja. Ik doe niet vaak aan het rode lassen natuurlijk. Maar laten we op 100 dan weer beginnen. Misschien dat ik straks iets lager kan, maar... Best luchtsysteem aan. Dan beginnen we met de Rutil elektrodes. Hier de big hamer liggen. En dan gaan we hem eens even hechten op een hoeklas. Afzuigen dan ook. En dan gaan we eens kijken hoe hij het doet. Thank you.
goed water. Tussen ik ook een beetje in de knoei met mijn hand.
begin, daar liep hij niet zo heel lekker. Als je scherp stelt. Zo. Dus in het begin liep hij niet zo lekker, maar aan het eind, daar liep hij toch wel goed. En dan ga ik nu even de basisrijdrode pakken. Zo, ik heb de basisrijdrode gepakt. Maar ja, die is natuurlijk een heel stuk dikker, dus de hoekklas gaan we zo proberen. Maar eerst doe ik het even op dit plaatje. En dan de hoekklas ook nog, maar daar is een dikke elektrode niet voor geschikt. Dus daarvoor heb ik hier nog twee stukken. Die zijn flink dik, dus dan kunnen we even goed gas geven ermee. En daardoor gebruik ik natuurlijk ook die dikke elektrodes. En ja, daar zal beginnen op 100 ampère. Ik ben benieuwd hoe die daarop doet. En met die dikke elektrodes las ik eigenlijk bijna nooit.
Maar natuurlijk, en de basis, dat is die echt goed. Dat is die dan van links naar rechts. Ik heb even gezegd van rechts naar links gelast. Ik moest hem toch wel even oplassen, dus ik dacht, ga ik net zo goed maar even proberen. Precies de andere kant op gelast. Maar ik vind het er wel goed uitzien. En dan nu. Zon om. Heb ik al een paar keer eerder elektronen opgelast. Nou, daarvoor mag je wel heel erg hoog staan. Dus dan zet ik hem gewoon eens op zijn max. 160 ampère. Eens kijken wat hij doet, de basis elektrode. En dit doe ik straks ook nog een keertje met de duo elektrode. Maar dan pak ik er wel even een dikkere variant van. En ja, die is niet van elkaar, maar... Zo. Thank you.
haal eventjes de camera hier vanaf. Dit is. Hij ziet 126 ampère. Nou, dat last echt perfect. Het slag gaat er goed af. En hier, dit gepruttel, daar is zeg maar op 160 ampère. Ja, dat werkt echt. Je ziet hier aan het eind. Niet te dicht op met de camera, want het staat er al warmte af. Aan het eind in ieder geval zie je een hele krater erin zitten. Dat is daar bij de basiselektrode ook wel een beetje, maar een stuk minder. Op hoge amperage lasten de basiselektrode echt wel een stuk beter als de retourelektrode. Maar ja, ze doen het allebei perfect. Zo, ik zal het apparaat even uitzetten. Zo. Nou, hij last echt super. De basiselektrodes, die last hij er goed doorheen. En de retourelektrodes ook. De dikkere retourelektrode last hij ook goed. Ik ben kei tevreden over hoe zo'n klein apparaatje ze even wegbakt. Hè? Want het ging echt niet normaal hoe snel. En die dikke elektrodes had hij voor mijn idee geen moeite mee. Hij las goed. Voor de hoeklasjes zou ik dan toch een retourelektrode voor pakken. Kan denk ik ook komen omdat mijn basiselektrode heel dik is. En dan bedenk ik me net toen we nog de basiselektrode hoeklas even gaan bikken. Want die hebben jullie nog niet gezien. Die kan ik nou denk ik aan bikken. Nou. Helemaal niet slecht eigenlijk. Dit is hem. Ik vind het echt niet slecht. De slag die kwam er zo vanaf nadat hij afgekoeld was. Ja, dunne materiaal. Last hij perfect. Een maatje dikker last hij goed. En natuurlijk heel erg dik, lomp, zwaar. 20 mm. Ja, ik ga kijken even zo, maar mijn blad van lastzaal was 20. En ik zat even twijfel dat hij nou 15 of 20 was, maar... Tenminste, ja, blad is 15, dus die plaat is ook 15. Daarmee kijk ik even met het blad van de lastzaal. Ik ben heel erg tevreden hoe hij dit doet. De retourelektrode ging heel top. De basiselektrode ging ook helemaal top. En natuurlijk, ik snap wel waarom echte elektrodelassers en met een basiselektrode aflassen. Want ja, die last gewoon een stuk fijner weg. Nou ja, als je dan stopt, dan kun je hem ook niet meer gebruiken. Dat zie je wel bij deze. Ja, zoals ik al zei, ik had echt niet gedacht dat hij het zo goed deed. En hij houdt het ook goed vol. Hij krijgt het niet warm, maar hij heeft natuurlijk constant zijn wire aanstaan. Ventilator, nou ja, kabels die zijn ook niet warm geworden. Massaklem ook niet, dus ja, die is een beetje lauw ook, maar de kabel die is niet warm. Dus in ieder geval, de kabelpakket, dat is goed dik. En ja, meer valt er niet over te vertellen. Ja, behalve dat hij het echt super goed deed. Hij deed boven mijn verwachting goed. En dat was hem dan. Over de Weldcar 1630 elektrode. Je kunt er ook nog TIG mee lassen natuurlijk. En dat is dan Scratch TIG. Dat heb ik ooit een keer geprobeerd met mijn oude lasapparaat, die blauwe. Maar sinds ik mijn TIG lasapparaat heb, heb ik die Scratch Toort verkocht. Dus ja, dat kan ik niet proberen. Misschien toch bij iemand een keertje kan lenen. Dan gaan we natuurlijk een keertje proberen. Maar in ieder geval, zo nu. Of ja, dan moet ik het een keertje aan iemand vragen, want zelf heb ik hem niet meer. Dan was dat de video van deze week. Meer is er niet over het apparaatje te vertellen. Hij doet super. De link ervan staat weer onderin de beschrijving. Al heb je nog vragen erover, stel ze in de reacties.
je nog een suggestie wat ik met dit apparaat moet doen qua lassen? Zet het ook in de reacties. Dan maak ik van al die dingen wel een filmpje. Als er genoeg vragen zijn. En ja. Of het is één grote vraag wat gewoon in één video kan. Dat kan ook. Dus stel ze hieronder gerust. Dit was een video. Hopelijk vond je mijn video leuk.